Ik ben Ben Kuipers, directeur algemene zaken bij Lohuis Installatiegroep. We zijn nu in een locatie Almelo en van hieruit doen we met name utiliteits- en retailprojecten. Maar daarnaast doe ik heel veel in de woningbouw, nieuwbouw en renovatie. Renovatie ook van projecten voor de woningbouwcorporaties. Heel breed in de markt. Innovatie is een mooi woord, maar het is heel divers in onze sector. Je ziet een stuk technische ontwikkeling in onze branche. Eigenlijk zit in een gebouw steeds meer techniek, waardoor er steeds meer aandacht en focus ook van jouw klanten op het stuk techniek komt. En dus wordt er ook de rol van de installateur in een project wordt anders dan 10, 15, 20 jaar geleden. Dat is één zijde van de medaille. De andere zijde van de medaille is uiteraard de hele energietransitie die op ons afkomt. Die er nu al is, maar die nog enorme vormen gaat aannemen. En daar speelt onze branche een vooraanstaande rol in. Een leidende rol ook in. En daar moeten we als branche dan wel op een goede manier op inhaken. Hoe gaan we het nou oplossen? Zonne-energie, windenergie, van het gas af. Vraag wel het nodige. Een jaar of 7 geleden zag ik aankomen dat we meer en meer een leidende rol moesten gaan nemen in projecten. En met alle respect, dan zie je dat onze branche een hele zware mbo-branche is. Met hardwerkende mensen, goede technische mensen. Maar op het moment dat je de lead moet nemen in projecten, dan heb je ook andere competenties nodig. En juist daarin hadden we behoefte. En vanuit dat vertrekpunt zijn we gaan werken aan de mogelijkheden om hbo beter op de kaart te krijgen voor onze sector. Formeel was het er wel. We hebben dus hbo-opleiding werktuigbouwkunde en we hebben elektrotechniek. Maar zoom je in op die opleidingen, ik zeg wel eens gekscherend, dan leer je bijvoorbeeld hoe je een ventilator moet maken. He, welke diameter die ventilator moet hebben, hoe die schroeven moeten staan, welk materiaal dat moet zijn, etc. Onze branche is een branche van het toepassen, het gebruiken van die spullen. Wij moeten aan het inkopen en allerlei spullen bij elkaar zoeken om een juiste installatie te realiseren voor die klant. Dus we hoeven de ventilator niet te maken, wij moeten hem toepassen. Maar niet alleen het toepassen van de ventilator, ook de juiste warmte-terugwinsystemen, de juiste regeltechniek, de juiste verwarmingstechniek. Dus dat is een heel breed spectrum aan gebouwgebonden techniek. Dat misten we in de opleiding. Dan gaat het niet vanzelf rollen. De scholen moeten wel de behoefte zien van onze branche, want uiteindelijk is het wel een financieel gebeuren. Om dat los te trekken, heeft Techniek Nederland zich opgeworpen en met name Doekle Terpstra, die heeft zich heel erg sterk gemaakt. We hebben een aantal bespreekmomenten met de afgevaardigden van hogescholen gehad. We hebben een aantal voorzitters van de Raad van Bestuur van hogescholen hebben we persoonlijk bezocht. En langzaam maar zeker door die benadering krijg je ook het enthousiasme bij de scholen. En uiteindelijk is er geld meegebracht. En geld heeft heel veel losgemaakt. Als directeur-eigenaar van een installatiebedrijf kun je niet het hbo binnen heel Nederland gaan verbeteren. Dus we hebben zelf ingezoomd op de regio. Nou, in de regio in Enschede zit Hogeschool Saxion. En met hun zijn we in gesprek geraakt om dit verder op te gaan pakken. Hebben we een projectmanager aangetrokken, dat is Bas van Dongen. Een man met energie, iemand die je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kunt bereiken. We zien elkaar regelmatig om af te stemmen van, goh, wat zie je nou binnen het bedrijf? Wat kan Bas daarmee binnen het hbo-onderwijs? Zodat degene de behoefte die wij zien, dat hij dat kan terugzetten in zijn opleiding. Innovatie aanjagen is belangrijk. Niet elk bedrijf en niet elke directeur aandeelhouder kan inzoomen op innovatie. Want die is met zijn bedrijf aan de slag. Dus het is ook belangrijk als sector. Het belang van innovaties aan te geven en aan te tonen van mensen, dit is de toekomst van onze sector, hier gaan we naartoe. En ik denk dat het heel belangrijk is om voorbeeldprojecten, om die te tonen aan de sector en om regelmatig open dagen te hebben op een project, dat mensen feeling hebben met van, goh, dit is de toekomst, hier gaat het naartoe en hier moeten we bij zijn. We zagen Ben Kuipers van de Lohuis Installatiegroep over de veranderende rol van het onderwijs. Bij mij aan tafel opnieuw Doekle Terpstra en het kerstverse boegbeeld van het BTIC en Henk Visser, MT-lid bij het BTIC. Doekle, jouw naam werd genoemd. Denk je met plezier terug aan wat je met Ben Kuipers teweeg hebt gebracht? Ja, overigens, ik vind het fantastisch dat een ondernemer in staat is om zo helder te maken wat het belang is van samenwerking met het beroepsonderwijs. En dan in de hele keten, dus van het mbo tot aan het hbo toe. En dat het belang van die samenwerking ook alleen maar toeneemt. Ik vind het prachtig om het, ik kan het niet in mooiere woorden vertellen dan de wijze waarop hij dat nu heeft gedaan. En je ziet dat de afhankelijkheid ten opzichte van elkaar gewoon groter wordt. Dus we hebben elkaar nodig.
Vanochtend werd al even gesproken over... Afhankelijkheid bedoel je? Het onderwijs? Het onderwijs, met name het beroepsonderwijs en ook de technische universiteiten. We hebben elkaar gewoon als sector en onderwijs nodig. En dat zijn nu voor een deel nog wat gesepareerde werelden. Mm-hmm. Terwijl ik denk van we zullen moeten oefenen op het idee dat het een één ecosysteem wordt van afhankelijkheid. Van onderwijs die het bedrijfsleven nodig heeft en het werkveld heeft het onderwijs nodig. En dan kunnen we nog veel meer verzilveren dan op dit moment het geval is. Dus daar moeten we met z'n allen, denk ik, de mouwen voor opstropen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ook hier geldt weer, hè, met z'n allen kan soms ook betekenen dat sommige mensen eventjes niet meedoen van de zijlijn gaan staan. Hoe zorg je nou dat dit gebeurt? Hoe organiseer je dat nou op een manier dat sector en onderwijs dat inderdaad samen gaan doen? Laten we kijken naar de coronaperiode, de afgelopen 3 maanden. Ik vind het heel bijzonder dat wij elkaar in de keten van de bouw in de volle breedte, dus bouw, ontwerp en techniek hebben gevonden. En dat we gewoon hele snelle, accurate afspraken hebben gemaakt. Zodat het tot op de dag van vandaag mogelijk is om de sector niet alleen overeind te houden, maar je zou kunnen zeggen verder te vitaliseren. Samenwerking met departementen, chapeau. Als je kijkt naar wat daar gebeurd is, pet af. En als we dat weten vast te houden, als we die energie ook weten vast te houden, dan zou dat voor ons in zijn totaliteit gewoon heel goed zijn. Zou het een grote opbrengst voor Nederland hebben op de grote maatschappelijke opgave die er ligt. En ik zie nu dat ook partijen buiten onze sector, Nederlandse Bank, planbureaus, steeds meer zeggen van de bouw, de binnenlandse bestedingen moeten overeind blijven. En laten we ervoor zorgen dat dit nu gaat gebeuren. Dus die samenwerking is van cruciaal belang. Ja. Henk Visser, nieuwe boegbeeld hier aan tafel, Doeke Terpstra. Zonder helm trouwens, waar is hij gebleven? Ik heb geen idee wat ja, hij okay. De veiligheidshelm. Je hebt er zin in, ambitieus, veel plannen, ook veel uitdagingen. Jullie hebben ook niet stilgezeten, toch? Als het gaat om het betrekken van dat onderwijs bij die uitdaging voor de komende jaren. Zeker, nou we zijn al een tijdje bezig. En die samenwerking die was er niet zo, denk ik, hè? Tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Mm-hmm. Als ik dan daar even op betrek. MBO, HBO, wetenschappelijk onderwijs. We zijn begonnen, denk ik, echt vooral met de technische universiteiten. Waar we naast elkaar stonden, staan we nu samen in deze onderwerpen over digitalisering, energie, infrastructuur. Dat zijn dingen die we gezamenlijk oppakken. En de doelen in Nederland zijn zo eigenlijk helder geformuleerd. Een geweldige opgave. Ja. Nou, daar hebben we vanuit BTC HBO direct aan gekoppeld met lectorenplatforms. Ik denk dat de HBO's weer heel erg in de regio's de koppeling hebben met het MBO. En daarmee hebben we die infrastructuur in onderwijs en daaraan gekoppeld ook onderzoek, denk ik al behoorlijk in de stijger staan. En op sommige onderwerpen zijn we al flink aan het werk. Ja, flink aan het werk toch. Belangrijke uitdagingen nog steeds. Doeke, wat ga je concreet doen de komende jaren? Jaren, het is maar een jaar. Een jaar, dus, excuses. Mag is dat zo? Je mag niet blijven, het is een jaartje dienst. We hebben een onderlinge soort werkafspraak met elkaar gemaakt. En dan geef je de helm weer aan Maxime. Dan gaan we, ja, dus die helm wel goed bewaren voor volgend jaar. Dan kan ik hem weer overdragen. Kijk, we hebben al eerder geconstateerd, het fundament is gelegd. We gaan nu kijken of we het een aanvullende slinger kunnen geven. Dat doen we samen, dat doen we met elkaar. Wat ik heel belangrijk vind voor de komende periode is dat we goede opmaat voor het nieuwe kabinet laten plaatsvinden. Vanuit de opdracht van het BTIC. Wat betekent dat? Dat we onze manier van werken gaan verankeren. En dat we ook support krijgen van de zijde van het Rijk. Mm-hmm. En dat we ons ook een beetje kunnen spiegelen aan hoe ziet het topsectorenbeleid eruit. Hoe kunnen we samenwerken binnen dat kader. Hoe kunnen we onszelf daarmee versnellen. Meneer Kuipers zei, er kwam was echt iets in beweging toen er een grote zak met geld op tafel kwam. Ja, maar niet alles is afhankelijk van geld. Ik vind dat geld volgt ambitie, om het zo maar even uit te drukken. Als wij een goede ambitie hebben en we weten dat om te zetten in daadkracht, dan is geld volgens mij geen probleem. Maar we moeten niet aan de vanzelfsprekende ruif van het geld gaan hangen, dan gaat het gewoon verkeerd. Samenwerking is bottom line, dus ook samenwerking met het onderwijs. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat is hoe sluiten we de leden van de koepelorganisaties, dus Bouwer Nederland, de ingenieurs, Techniek Nederland, goed aan op de ontwikkeling van het BTIC. We zijn belangenbehartiger. Zonder onze leden gaat het gewoon niet lukken. Henk, geef eens antwoord op die vraag. Laatste korte reactie. Nou ja, nog één antwoord op die stelling van het geld moet er zijn. Soms is er ook wel geld, maar is het niet op zo'n manier geallockeerd dat dat dwingt tot samenwerking of dat het faciliteert. En dat je juist meer met elkaar in concurrentie gaat. Nou, dat proberen we juist te doorbreken.
Dat we samen gaan zitten, gaan kijken van... En hoe sluit dat, die laatste vraag van Doekle, van hoe sluit je nou al die organisaties goed aan? Want dat is jullie rol, hè, denk ik, voor een groot deel. Een beetje smeerolie, juiste condities. Ik bedoel, de wil is er wel, maar het moet wel ook gefaciliteerd worden. En dat proberen vanuit de organisatie te doen, maar ja, alle partijen die daar een rol in spelen, een overheid ook vooral, denk ik. En de manier hoe ze het geld allokeren, is denk ik heel belangrijk. Ja, er gaat hard gelobbyd worden de komende tijd tot aan de verkiezingen, denk ik ook. Heren, dank. Doekle Terpstra en Henk Visser.